Ik begrijp de zorgen van mensen die zich vervreemd voelen van hun eigen stad. En daar maak ik me ook zorgen over. Zo, nog een beetje een Rijnmond-tintje eraan geven natuurlijk. Dag dames en heren, welkom bij TV Rijnmond Nieuws. Zometeen praten we u bij over het nieuws uit de rest van de regio, maar eerst Rotterdam. Want hier bij de Laleli Moskee in Sjaarloos wordt vanavond gedemonstreerd door Pegida tegen wat zij noemen de islamisering van Nederland. Maar niet iedereen is daar blij mee. Sterker nog, hier is op dit moment een soort vreedzame tegendemonstratie bezig. Er is op de stoep gekrijt en u ziet het, hier achter mij hangen overal bloemen in de heg van de moskee. En ik vroeg aan meneer Sies, een van de initiatiefnemers van deze demonstratie, of hij iets begrijpt van de zorgen die Pegida heeft. Ik begrijp de zorgen van mensen die zich vervreemd voelen van hun eigen stad. En daar maak ik me ook zorgen over. Ik begrijp ook de zorgen voor het extremisme. Maar daar hebben we gewoon de politie voor. En op het moment dat je daar signalen van hebt, nou, dan ga je naar de politie en dan zijn daar instrumenten voor. Maar om nu te zeggen, de islam betekent radicalisering en allerlei problemen. Dat is echt te kort voor de bocht. Praat met deze mensen. Ze willen gewoon, net als jij, op een rustige manier in deze stad leven. Mevrouw, wat bent u aan het doen? Ik maak een hartje, love, no war. En waarom? Omdat deze wereld van iedereen is en we horen samen te zijn, samen één. Je kan elkaars meningsverschillen respecteren. Maar dat betekent ook dat volgens uw opvatting Pegida ook moet kunnen demonstreren, toch of niet? Absoluut, dat mogen ze zeker. Iedereen mag demonstreren wanneer ze willen en hoe ze willen. Absoluut. En wat vindt u ervan dat ze dan gaan barbecuen voor een moskee? Want je hebt natuurlijk verschillende manieren om te demonstreren. Ja, dat is toch lekker voor hun? Waarom niet? Oh, niet voor u? Nee, ik ben aan het vasten. Ja, ik ben hier omdat ik verbinding in de samenleving gewoon heel belangrijk vind. En belangrijk om vind dat iedereen in Nederland een plek heeft waar hij zich thuis en veilig voelt en onderdeel van de samenleving voelt. En dat wil ik vandaag ook laten zien door hier aanwezig te zijn. Maar denkt u dat een protest met wat bloemetjes en stoepkrijt dat probleem oplost? Het lost net zoveel op als barbecue aan de overkant. Ik merk wel dat het de bezoekers van de moskee ontzettend veel goed doet. Dat er mensen zijn die zeggen, wij komen naast jullie staan en laten weten dat jullie welkom zijn. Gaat u niet stiekem toch nog een varkensfiletlapje meepikken vanavond? Ik moet werken. Ik ga graag een keer een kop koffie met ze drinken om met ze in gesprek te gaan. Maar ik denk niet dat dit de manier is en ook niet de plek is om dadelijk met ze in gesprek te gaan. En dat varkenslapje dat gaat hier rond 8:30 op de barbecue. Dat is de protestactie van Pegida. Zij willen zich op die manier dus uiten tegen de wat zij noemen islamisering van Nederland. Daarover vindt u straks meer op onze website rijnmond.nl. En natuurlijk ook via onze app houden we u voortdurend op de hoogte van wat zich hier afspeelt aan de Gruttostraat in Rotterdam. Tot zover voor dit moment. Nu nieuws vanuit de regio. De gemeente Rotterdam heeft in 6 maanden tijd 1400 meldingen van straatintimidatie gekregen. Het gaat onder meer over seksuele en beledigende opmerkingen. Slachtoffers deden hun melding via de Stop-app die in december door de gemeente werd gelanceerd. Het Nationaal Glasmuseum in Leerdam gaat met een tentoonstelling over Art Deco terug naar de jaren 20 en 30. Bijzonder aan deze tentoonstelling is dat ook hele jonge kunstenaars hun werken hier tentoonstellen. En die maken ze deze week hier in de glasblazerij van het museum. Well, I'm making a dress inspired on the Art Deco exhibition from the Glass Museum. So here we are making the accessories for the dress, where you can see, and they are related to our look. And then it's going to be the finishing of the dress. Karim Aducci heeft in deze korte tijd zelf leren werken met glas. You cannot direct the glass. First you have to get to know the glass. And then you need to answer, because depends on the density, depends on the temperature, and depends on the ingredients, it molds differently. So it's completely like a relationship with glass. So I'm just getting to know glass, and glass is getting to know me, and we are enjoying the process both. Het werk van de 3 jonge kunstenaars is vanaf 22 juni te zien in de binnentuin van het Glasmuseum. En binnen in het museum, de topstukken van Leerdam uit de Art Deco tijd. En Leerdam is eigenlijk het middelpunt van de Art Deco glas in Nederland. Later nog wel meer in die 20e eeuw, maar dat is echt het begin van de beste stukken die Leerdam heeft gemaakt. Ik vind de vormgeving mooi. Deze hele kalme, modernistische vormgeving. Nieuwe zakelijkheid is het ook. Maar ook de kleuren. Want de kleur is natuurlijk bij glas heel belangrijk. En als je het eigenlijk in de zonlicht zet, ja, dat is fantastisch.
Het is allemaal ontworpen om goed te verkopen. Het is een fabriek, een commerciële instelling geweest. Nog steeds, de fabriek is natuurlijk een commerciële instelling. Dus die moesten gewoon goed verkopen. Maar ze verkochten ook aan de HEMA. Dus Van HEMA is opgericht in 1926. En hebben allemaal bonnen van wat er ontzettend veel verkocht aan de HEMA in de jaren 30. In die crisisjaren. Dus dat was, ja, al het volle kon het kopen eigenlijk. Goede vormgeving, betaalbaar, voor iedereen verkrijgbaar, was het idee van de glasfabriek Leerdam. Op de marinierskazerne in Rotterdam is woensdag een metershoge muurschildering onthuld. Het kunstwerk hoort bij de opknapbeurt die de Van Gent kazerne krijgt. Op de schildering zie je mariniers die geslaagd zijn voor hun opleiding. Ze doen hun veldpet af en dragen voor het eerst de mariniersbaret. René Eijer is de nieuwe trainer van Fortuna Sittard. Eijer speelde 6 seizoenen voor Sparta en was de linksback in de legendarische Europacup ontmoeting met HSV. In de documentaire Het Wonder van Hamburg reisde hij onlangs terug naar Duitsland. Ik speelde tegen een speler die heette Lux. En die zei op een gegeven moment tegen mij van, wie bist u dan? Nou, dat is voor het eerst dat ik iemand gewoon gespuugd heb. Zo'n rochel binnen in zijn bek. Eijer groeide op in Schiedam en werd gezien als groot talent, totdat bij hem de ziekte MS werd geconstateerd. Hij richtte zich daarna volledig op zijn trainingscarrière en werkte in de jeugdopleiding van PSV en in landen over de hele wereld. Fortuna Sittard wordt zijn eerste club als hoofdtrainer in het Nederlands betaald voetbal. Oud-Feyenoorder Kevin Hofland wordt zijn assistent. Deel 2 van Het Wonder van Hamburg is trouwens morgen te zien na het TV Rijnmond Nieuws. Het is nog niet heel druk in het Neptunus familiestadion op de eerste avond van de Europacup. Terwijl er wel een mooie wedstrijd op het programma staat. Gastheer Neptunus tegen San Marino. Samen met Bologna maken zij in deze pool uit welke twee ploegen er doorgaan naar het finale weekend. Iedere wedstrijd is dus belangrijk. Ik weet dat onze ploeg kan, in grote wedstrijden kunnen ze naar een plateau hoger. Alleen is het natuurlijk wel zo dat je met wedstrijden die zo beladen zijn, dat je dus dieper moet gaan in je tactische zetten. En dat je wellicht je pitching anders gebruikt dan dat je in een wat makkelijkere pool zit. Tegen San Marino staat Orlando Intema op de heuvel en hij doet het heel erg goed. Uiteindelijk krijgt Neptunus geen punt tegen. Zelf krijgen de Rotterdammers ook niet heel veel kansen, maar de kansen die ze krijgen worden wel benut. Zoals hier. Sjodemar Daantje is aan slag. Raakt hem goed en Jonathan Boekhout komt net op tijd over de thuisplaat. Tuurlijk, hij is niet de snelste, dat weet iedereen. Maar in zulke wedstrijden zie je dat iedereen 100% geeft. Met als resultaat dat Neptunus met 3-0 wint van San Marino. Zo is de titelverdediger goed begonnen aan de Europa Cup. Inter mag worden heel goed. En we speelden goed defensief. Dus dat is heel belangrijk. Ik vond het een hele goede pot eigenlijk. Ik denk dat wij heel scherp gespeeld hebben op hun pitching. Ze hadden een hele goede pitching vandaag. Maar we hebben het maximale uit de kansen die we kregen gehaald. En laten we zeggen dat het een hoopvol gevoel geeft voor de rest van de week. Het leek zo'n goed idee een tentje opzetten op 10 gemeten. Om daar voor RTV Rijnmond mooie verhalen te gaan maken. Maar inmiddels sta ik bij de pont met een kofferbak vol met koffer, montagelaptop, camera-spullen, een rugzak met kleding, kussen, een slaapmatje, een tentje en een slaapzak. En denk ik, ja, hoe ga ik dit allemaal in mijn eentje meekrijgen en hoe ga ik dit doen? Maar nee, het wordt hartstikke leuk. Ik heb er zin in. Tentje op 10 gemeten. Gemeten, het kleinste bewoonde eiland van Nederland. Alleen met de pont te bereiken. In het haventje word ik opgevangen door boer Piet met zijn huifkar. Ik heb heel de veranderingen gezien van agrarisch eiland naar natuureiland. Ja. Want je wordt nog boer Piet genoemd? Ja, dat heb ik er zelf een beetje in gebracht. Ik werk wel bij die zorgboerderij. En dan liepen ze allemaal te meneren. En ik dacht, weet je wat, Piet is ook zo wat, laat me maar boer Piet noemen. Ja, want het boeren is er niet meer bij. Nee, het boeren is er hier niet meer bij. Ik doe voor natuurmonumenten nog wel de weemoed een beetje onthouden. Dit eiland is ingedeeld in 3 wees, wildernis, wilde en weemoed. Hoe kijk je nu naar die verandering die 10 gemeenten heeft doorgemaakt? Nou, in het begin heb ik 3 keer moeten slikken. Toen ik hier woonde, toen ik hier werkte voor die mensen.
Dan had ik hier een knop ingebouwd. En ik kan overvoer naar 10 gemeten, dan deed ik die knop omzetten. Dan dacht ik, nou, het zal wel zo. En nu zeg ik, nou, er komen 50.000 bezoekers in een jaar. Die hebben een prachtige dag. Dus dat heeft best een nut, dit eiland. Zeer zeker. En ook voor de natuur. Hé, schijn naar Zuid. Zijn ze dwars? Je moet er weer even af, Annette, want ze zitten toch te klooien. Als de paarden van Piet weer de gang erin hebben, word ik afgezet. Bedankt, Piet. En is het tijd om mijn tentje op te gaan zetten. En ik ben er echt belachelijk trots op, want ja, ik ben eigenlijk helemaal geen kampeer iemand. De laatste keer dat ik in een tent sliep was ja, 15 jaar geleden denk ik. En ook toen had ik hem niet zelf opgezet. Dus ja, voor mijn gevoel kan het avontuur nu echt beginnen. Zo, nog een beetje een Rijnmond tintje eraan geven natuurlijk. Dit is wel heel erg leuk aan 10 gemeten, vind ik. Er is niet alleen heel veel natuur om rustig van te genieten, om erheen te wandelen. Er is ook echt beleefnatuur. In dit geval speelnatuur voor kinderen, om lekker te rauzen en lekker vies te worden. En bij die speelnatuur ontmoet ik de gepensioneerde leerkracht en nu vrijwilligster Henrieke van Veenendaal. Wat betekent 10 gemeten voor me? Het betekent een ontzettende leuke invulling van de vrije tijd die is ontstaan. Het betekent ook heel veel plezier hebben met de mensen die hier ook werken. Want we hebben echt een goede ploeg vrijwilligers die hier ook heel veel werk doen. Helaas hebben we er te weinig. En het geeft zo verschrikkelijk veel voldoening. Je gaat gewoon blij naar huis. Belangrijk dat kinderen deze ervaring opdoen. Ja. En ze zitten dus niet achter de tablet. Ze zitten lekker in het water. Ze zijn bezig. Noem maar op. Dus wat wil je nog meer? Tot zover mijn eerste dag op het eiland 10 gemeten. Ik ga me opmaken voor de nacht. De zon is zo goed als helemaal onder. Dus ja, ik kruip in het tentje en ik zie jullie morgen. Ja, welkom allemaal bij de Zevenhuizenplas, bij de training voor de 010 City Swim. Deze training is bedoeld als voorbereiding op de 010 City Swim. We gaan zwemmen in het maritieme district van Rotterdam, de Wijnhaven. En we zamelen daarbij geld in voor de Maakkanker Kansloos actie van het Daniel de Hoed Fonds. Maar zwemmen in open water is wel wat anders dan in een zwembad. Dus wordt er geoefend hier in de Zevenhuizenplas in Rotterdam-Nesselanden. Het is echt heel anders dan in een zwembad. In een zwembad zie je die mooie lijn zo mooi onder je. Hier zie je waterplanten en verder helemaal niks. En probeer maar eens te navigeren en je richting te vinden. Dat gaan de mensen hier leren. Mevrouw, waarom doet u mee? Helaas heb ik ervaring met de Daniel de Hoed Kliniek. Mijn moeder is daar opgenomen geweest en helaas ook overleden. Dus ja, vandaar dat het spreekt me erg aan om daar aan mee te doen. 3, 2, 1, start! Go! We hebben als streefbedrag 25.000 euro gesteld. En toen ik vandaag keek, zaten we vandaag al op 17.500. Dus ik zeg, we gaan het zeker halen. En ik hoop dat we er zelfs ver overheen gaan. Vorig jaar hadden we 40.000 euro. Mocht u interesse hebben om mee te doen, er is nog ruimte voor enkele deelnemers. Kijk dan op de website 010cityswim.nl. En tot zover TV Rijnmond Nieuws voor dit moment. Wij zijn er morgen weer. In de tussentijd houden we u natuurlijk op de hoogte via onze website rijnmond.nl en via onze app. En als u wilt dat wij ergens aandacht aan besteden of u heeft een tip voor ons, laat het vooral weten. Nog een fijne dag.